De achtste slootloop van Bolzwart werd op zondag 14 september wederom een spetterend geslaagd evenement met een record aantal deelnemers. In totaal stonden er bij de verschillende afstanden 370 sportievelingen aan de start. Vooral de ouderkindloop was populair, want hier stonden bijna 100 kinderen met een papa of mama aan de start. Maar ook de jeugdloop en de seniorenloop trok weer veel deelnemers naar de start. De slootloop gaat door grasvelden, vijverpartijen, landweggetjes, kikkersloten en heeft daarnaast ook nog de nodige hindernissen. Kortom, een loodzwaar parcours. Dames, de slootloop zit erop. Hoe zwaar was die? Nou, ik vond hem best pittig. Wel heel leuk. Wat voor het eerst. Dus vanochtend met junioren gelopen. Marin, dus 1,5 kilometer. En Karen dacht, doe je ook mee? Nou, en waarom doe je mee aan zo'n slootloop? Omdat het gewoon een heel leuk evenement is. En, ik heb in die 8 jaar nog maar 1 keer, dus de eerste keer dat ik meedoe. Maar ik vind het superleuk. Dus moet je gewoon meedoen, zoiets. En wat is het zwaarste onderdeel in de slootloop? Nou, ik denk echt wel die kikkersloten. Ja, waar het, ik denk waar de blauwe trek niet zo blauwer kan. En op het laatst dat het blauwe net op de brug. Dan moet je ook nog een keer je bovenlijf gebruiken. En dan denk je, oh jee, als dat nog maar omhoog wil, de rest naar beneden. Maar ja, hartstikke leuk. Is het voor een herhaling vaartbaar volgend jaar? Ja, absoluut. Ja, super leuk. Het is gewoon een hele prestatie. Het is echt nog een uitdaging. Ja. En nou ja, het zonnetje was er net even niet bij, maar gewoon super leuke atmosfeer, leuke entourage. Ja.